De verkiezingen zijn net achter de rug. Hè. En dat waren de 6e rechtstreekse verkiezingen van dit Vlaams parlement. Hè. 95 de eerste keer, ondertussen nu de 6e keer. 63 van de vorige 124 zijn herverkozen. 61 dus niet. Zijn nieuw. Hè. Veel van jullie zitten hier tussen. Hè. En waar komen jullie vandaan? Voor 43 onder jullie is het de eerste keer dat jullie in een parlement zetelen, in casu het Vlaams parlement. 5 van jullie hebben we hier vroeger al eens gezien. Die hebben een tussenstap gemaakt naar een ander parlement, de Kamer of het Brussels parlement, en zijn nu terug hier. Na een onderbreking hebben dus ergens geen mandaat meer opgenomen en 13 hebben voorheen in Kamer of Brussels parlement gezeten. En hoe zit het nu met de verhouding man-vrouw? Dat is toch iets dat we toch altijd graag opvolgen. We zijn met 66 mannen en 58 vrouwen, of 53% mannen en 47% vrouwen. Dat kan nog wel wat lichtjes wijzigen, eens dat de opvolgers binnenkomen in opvolging van de benoeming van de regering. Maar dat is nu de stand van zaken. En als we dat nu even in historisch perspectief bekijken, dan is dat natuurlijk zeer indrukwekkend, hè? Hoe dat wij hier in het begin van de jaren 70 eigenlijk begonnen zijn als een quasi-exclusief mannelijk parlement en hoe dat we nu toch bijna aan de helft vrouwen zijn. En in sommige fracties echt wel die kaap van de 50 gepasseerd zijn. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.